Nou, dat is eigenlijk ontstaan in juni van vorig jaar, van 2022. Want we waren toen gezamenlijk op Aruba in gesprek. En we hadden inmiddels de wet met z'n allen ingediend. Hè. Dus bij alle staten en bij het Nederlands parlement, bij de Tweede Kamer, was die COHO-wet ingediend. En eigenlijk constateerden we daar ter plekke vanuit alle parlementen dat er grote vragen waren bij deze wet en de wenselijkheid daarvan. En toen kwamen we eigenlijk door, nadat we daar, nou ik denk dat we een ruime dag met elkaar over gediscussieerd hebben, achter, ja, kijk, wat we beogen met elkaar, dat staat boven water. We willen heel graag dat alle eilanden sterker worden. Sterker worden om niet alleen maar een sterke economie te hebben, maar ook om te zorgen dat er gaan worden geïnvesteerd in onderwijs, in armoede enzovoort enzovoort enzovoort. Dat willen we allemaal. Wat we ook allemaal willen is samenwerken. En eigenlijk, we waren toen al aan de slag met de zogenaamde tijdelijke werkorganisatie, zeiden we ook, die manier van werken bevalt ons eigenlijk ook heel goed. Maar dat construct van die wet, dat knelt ons. Onze parlementen gaan daar nooit ja tegen zeggen. Dus laten we een andere vorm kiezen. En daarbij heb ik eigenlijk gezegd, toen we de discussie hadden en de landen zeiden, laten wij nou een voorstel maken. Toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt me een ontzettend goed idee. Overigens hebben we vrij snel, nadat jullie daar een eerste voorzet voor gedaan, zijn we ook weer aan tafel gaan zitten en hebben dat uiteindelijk gezamenlijk op Sint Maarten afgerond aan het begin van dit jaar.